Vandaag in Utrecht. Voor de rechter vocht FC Twente het besluit van de licentiecommissie van de KNVB aan. De rechter doet over 2 weken uitspraken. Tijmen van Wissing, jij was daarbij. Vrij lange en wat chaotische ochtend, toch? Ja, het was allerminst een kort geding. Het was een lange dag. Het duurde bijna 3 uur, geloof ik. Redelijk ongebruikelijk ook, als ik de heren mocht geloven. En dat is voor sportjournalisten natuurlijk ook wel een keer wat anders. Want normaal vechten jullie heel lang over buitenspel. Maar dit was ook ingewikkelde materie. Ja, een koddige situatie. Je staat daar langs de weg en dan neem je normaal de afslag richting Galgenwaard. Het stadion van FC Utrecht en in dit geval was de rechtbank het speelveld van FC Twente. En ja, iedereen was ook een beetje verrast door hoe de gang van zaken liep. Want het was ook een mediazaak met heel veel aandacht en ook met heel veel belangen. En de rechter was ook een beetje timide. Hij zegt ook van ja, ik moet echt mijn woorden wegen, want dit is een hele gevoelige zaak. Ja, maar de rechter kan ook nog niet zo heel veel, hè? Gaf hij aan een aantal keren. Nee, en hij zei ook van tot besluiten al van in dit geval is goede rechtspraak beter dan snelle rechtspraak. Ja, dus trekt hij 2 weken uit om alles te wegen. Maximaal. We gaan even kijken naar een samenvatting van de voors en de tegens. Goed. Beste mensen, welkom bij de rechtbank in het kort geding tussen FC Twente en de KNVB. Er lag de druk op FC Twente om dit kort geding in te trekken. Is de laatste dagen sterk toegenomen. Bestuur van betaald voetbal van de KNVB heeft de situatie bij FC Twente vergeleken met een gestolen kist sinaasappelen. En doet in de persverslag van vertrouwelijke gesprekken tussen FC Twente en de licentiecommissie over het IVI-rapport. Nadat het eerder lopende het onderzoek FC Twente adviseerde Houdini en Hans Klok in te roepen om haar te redden. Ik heb de indruk, meneer de voorzieningenrechter, dat de heren van Twente vanmorgen niet de goede afslag hebben genomen. Ze zijn naar Utrecht gereden, maar ik denk vanuit Enschede dat ze een afslag eerder hadden moeten nemen naar Zeist. Laat ik beginnen met te zeggen dat de huidige leiding van FC Twente zich schaamt voor het eerder gevoerde wanbeleid. Dit had nooit mogen gebeuren en dat mag ook nooit meer gebeuren. Juist daarom hebben wij volledig schoon schip willen maken. We hadden hier ook liever niet gestaan, maar het besluit van de licentiecommissie heeft ons verrast. En wij hebben behoefte aan snelle duidelijkheid. En niet alleen wij, maar ik denk ook het hele Nederlandse voetbal. Dat duidelijk zijn dat bij een negatief besluit van de beroepscommissie wij hier over een bepaalde termijn weer staan. Wij wisten niet beter dan dat wanneer wij schoon schip zouden maken, FC Twente haar licentie ook onvoorwaardelijk terug zou krijgen. Zo is het ons meerdere malen bevestigd. Vrijdag 10 juni, 10:06, dan zullen wij uitspraak doen. Dan dank u allemaal voor uw komst en toelichting. Heel veel sterkte. Vorige week was er een persconferentie en toen zag ik een zelfverzekerde interim-directeur. Is dat vertrouwen na vandaag toegenomen? Maar het is nog steeds hetzelfde. Ik ben blij dat we ons verhaal hebben kunnen doen en dat er volgens mij heel goed geluisterd is naar ons verhaal. Nu moeten we wachten. Aldus Onno Jacobs. Ja, Tijmen, waren er vandaag nou nog dingen die jou verrast hebben? Nou, er is heel veel gezegd in 3 uur, maar ik heb niet het idee dat er echt heel veel nieuwe dingen op tafel zijn gekomen. De KNVB neemt dus gewoon heel zeer kwalijk dat die Tadić-deal niet eerder gemeld is. Hè. En dan nemen ze ook Ton Heerts kwalijk. Maar ik heb daar nog even over gesproken met Onno Jacobs. En het was echt een puinzooi in december bij FC Twente. Er waren bestuursleden die niet met elkaar spraken. Er werden dingen verwijderd op de computers. Dus het was één grote puinzooi. Toen is Onno Jacobs in januari aangetreden als interim directeur. Ja, en die heeft gewoon echt schoon schip gemaakt. Dus hij zegt ook van ja, ik heb aan alles voldaan wat die licentiecommissie in december de club heeft opgelegd. Wij moesten aan die voorwaarden voldoen. En daar hebben wij aan voldaan als FC Twente zijnde. Dus ja, wij vinden niet meer dan logisch dat we die licentie terugkrijgen. En dan wel in de Eredivisie. Dan blijft het natuurlijk wel een beetje een wij-zij-spelletje van wie kan weten wat er wanneer speelde. Ja, maar je krijgt nu een gesteggel over een interpretatie van een document in december. Ja, er zaten wat Twente-supporters, ze begrijpen het allemaal niet. Maar ik heb wel het idee dat Twente redelijk sterk staat. Want dat was wel een beetje het gevoel wat bij iedereen overheerste. Kijk, ik ben geen rechtsgeleerde, dus ik zat daar ook onderuit gezakt. En een beetje te kijken naar die twee heren, want het duurde zo lang op een gegeven moment. Ja. Maar die advocaat van de KNVB, die was echt op een gegeven moment aan het zoeken.
En die kreeg nog een briefje toegeschoven, zo van, gooi het nou maar weer op die procedure. Want ja, zij vinden gewoon dat Twente bij de beroepscommissie moet zijn. En FC Twente zegt, daar hebben we geen tijd voor, want wij moeten aan de slag. De club staat in brand, we moeten seizoenkaarten verkopen, we moeten sponsors werven. Want anders krijgen we financiële nood. Precies. Ja, inderdaad, dat was wel duidelijk. Dus nu gaan er een beetje twee zaken door elkaar lopen. Ja, dat ga je nu krijgen. Want op 6 juni gaan we naar de beroepscommissie in Zeist. 10 juni komt deze rechter, je hoort het, met zijn uitspraak. En op 13 juni is de verwachting volgens de KNVB dat de beroepscommissie uitspraak kan doen. Dus ja, er lopen nu twee zaken door elkaar. Ja, het is en veel echt sneller maar... is het er ook niet van geworden. Nee, het is één complete chaos. En ja, FC Twente heeft het gevoel dat ze sterk staan. De KNVB is van mening dat FC Twente nog wel gestraft moet worden voor het verleden. Maar hoe dat dan precies in dat document is verwerkt, ja, dat blijft ongewis. Zij zeggen dat Twente wist dat ze ook gestraft zouden kunnen worden op basis van het verleden. Ja, daar was veel gesteggel over. Ja. Er is een vergadering geweest op 4 april. En daarvan zeggen ze, nee, Twente wist wel degelijk dat als ze niet aan alle eisen zouden voldoen, dat zou betekenen dat de licentie werd ingetrokken. Toch? Ja, en Jacobs was oprecht verontwaardigd. Die was echt een beetje boos ook van, ja, er is mij meerdere malen verteld van als jullie schoon schip maken en alle eisen voldoen, dan krijgen jullie de licentie terug. En toen kwam er nog een secretaris overheen van de KNVB, van de licentiecommissie, die zegt, ja, we hebben jullie verteld dat ook dingen uit het verleden meegewogen konden worden in dat besluit en dat dat wellicht ook zou gaan gebeuren. Nou, en daar is dus nu gesteggel over en de rechter moet hier enige uitkomst in bieden, maar dat is geen gemakkelijke zaak. Nee, de rechter zei zelfs keren... op een gegeven moment zelf van, ik begrijp het niet meer, misschien kunnen jullie het wel duidelijker maken. En toen moest de advocaat van de KNVB dat weer toelichten en ja, dat werd niet heel veel helderder. En dat was niet echt een heel sterk optreden van de KNVB. Maar als er ergens zwart op wit staat dat dat wel degelijk is gemeld, ja, dan heeft Twente wel een probleem. Maar ja, het schijnen allemaal mondelinge toezeggingen te zijn geweest, ook aan de gemeente Enschede. Dus die kan FC Twente dan ook nog straks opvoeren bij de beroepscommissie. Kortom, het is nog een hele lange weg. En als je Twente supporter bent en je bent gisteravond enigszins gespannen naar bed gegaan, ja, dan zul je er vanavond niet heel veel wijzer op worden. Ik zou gewoon lekker een biertje drinken, want niemand is eigenlijk wat wijzer geworden van deze hele zaak vandaag. Het enige is dat we er een zaak bij hebben en dat is bij de beroepscommissie. Ja, dat juridische gedoe, dat juridische getouwtrek, daar heb jij ook een advocaat over gesproken die daar wat meer kennis van heeft. Wat zei die? Ja, ik heb vandaag dus ook de advocaten in Utrecht gesproken. Toen dacht ik vanmiddag, laat ik dan ook nog even een onafhankelijke advocaat deze zaak voorleggen. En die zei het volgende. Niks doen was ook geen optie voor Twente. Dus ik denk dat het goed is geweest dat Twente dit heeft gedaan. Dan weet men op een gegeven moment over 2 weken in ieder geval waar men staat. Rechter kan ook geeft ook een voorlopig oordeel hoe hij ernaar kijkt. Of het wel of niet kan. Hij zal daar iets over moeten gaan zeggen. Het is 2 weken lang nog even met de billen samenknijpen. Maar daarna dan weten we waarschijnlijk meer. Vrijdagmiddag ga ik altijd naar de sigarenboer, totoformulier invullen. Een wedstrijd van FC Twente. In dit geval de wedstrijd FC Twente versus de licentiecommissie KNVB. Wat vullen we daarin? Gaat Twente dit winnen? Ik heb het gevoel op punten wel. Ja, 1-0 zeg maar. Niet in een hele grote overwinning, maar wel een goede overwinning. Ja, duidelijk toch? Ja, maar hij twijfelt ook nog wel weer een beetje. Dit is echt gewoon een hele moeilijke zaak, maar ja... Als gezegd, het algehele gevoel van vandaag is wel dat FC Twente sterk staat. Maar wat het betekent voor de rechtsgeldigheid, dat is ongewis. Maar het kan zijn dat FC Twente volgend jaar in de Jupiler League speelt of in de Eredivisie of bij de amateurs. We weten eigenlijk gewoon helemaal niets meer. We weten wel niks. Wanneer we meer weten? Want er worden ook zoveel verschillende data genoemd nu. Ja, de rechter die wil zo snel mogelijk met zijn oordeel komen. Dat hoopt hij voor 10 juni te doen. Nou, hij eindigde met de woorden van, nou, in dit geval gaat goede rechtspraak voor snelle rechtspraak. Dus ik denk hij dat hij daar even de tijd voor neemt. En dan heb je nog de beroepscommissie, dat is weer een orgaan van de KNVB. Dus ja, daar gaan we ook weer gaan zitten. En toen sprak ik meneer Segaar, dat is de advocaat van FC Twente. Ja, die zei van, ik ga dan nog uitvoerige betogen waarom wij in ons recht staan. En dus toen heb ik maar gezegd dat we dan meer zendtijd moeten uittrekken. Want ik denk dat we de komende maanden nog vaker aan tafel zullen zitten. En dat het nog niet binnen 2 weken is beslist waar Twente volgend jaar voetbalt. Nee, dus 10 juni of 13 juni. En dan wordt er ook vandaag nog weer genoemd de categorie 1, die Twente al 8 keer heeft toebedeeld gekregen van de licentiecommissie. Als ze dat een 9e keer krijgen, dat zouden ze in september kunnen krijgen, dan is het sowieso einde oefening. Hoe zit dat? Ja, vandaag de 8e keer. Ja. Hadden ze al rekening mee gehouden, heeft Onno Jacobs ook wel meerdere malen al gezegd. Hij zegt, we hebben ons beleid er nu al op uitgestippeld dat wij in september, als alles soepel verloopt,
Maar ja, daar kun je dus zeer de vraag bij stellen. Geraken wij wel uit categorie 1. Maar dan moeten we wel in de Eredivisie blijven. Je moet je voorstellen, het crediteurenakkoord staat weer op de tocht. Je weet niet wat er nou met de seizoenkaarten gaat gebeuren. Je weet niet wat het sentiment gaat zijn bij supporters. Hoe de spelersverkoop gaat. Dus kortom, er is heel veel ongewis. Maar als Twente dus ook in september nog bij het volgende meetmoment in categorie 1 zit. Ja, dan is het sowieso exit. En dan zijn al deze zaken waar we vandaag naar hebben geluisterd sowieso... Die doen er sowieso niet meer toe, want dan is het sowieso exit voor de Twente. Maar dat klinkt wel echt als een soort van echte mokerslag. Dan is het gewoon klaar. Ja, ik vroeg Ronald Jacobs of elke dag telt. En ja, dat kon hij wel bevestigen. Elke dag telt nu voor FC Twente. Ja, ze bungelen al maanden aan een zijden draadje. En ja, dat draadje wordt steeds dunner. Maar er is nog hoop. Er is nog hoop. Dankjewel, Antijmen van Wissing.